Yo Nintendo fans! Vandaag zijn we in Animal Crossing op een Lord of the Rings eiland. Ik ben zelf echt een enorme Lord of the Rings fan. Zo heb ik deze Blu-ray box en ook die van The Hobbit. Dus ik kan niet wachten om dit eiland te verkennen. Als je op dit eiland komt, dan krijg je gelijk een paar cadeautjes. Ik ben benieuwd wat dit voor cadeautjes zijn, jongens. Ik had al een soort van gewaad aangetrokken, maar ja, ik besef dat dat toch niet helemaal Lord of the Rings is. Hergebruikte laarzen. Top. Wat hebben we nog meer? Een reisrugzak. Hoppakee. Gaan we op een hobbit lijken? Nee, hobbits hebben geen schoenen aan. Even kijken, wat zit hierin? Japanse punkpruik? Ah, kijk. Gaan we op Aragorn lijken dan? Een denim tuinbroek met hemd. Oké, dit is onze Lord of the Rings outfit. Het hangt een beetje tussen een hobbit in, inderdaad. En een strider, Aragorn of zo. Anyway, we gaan eens even kijken wat dit eiland ons allemaal te bieden heeft. Als je dit leuk vindt, doe een blauw duimpje omhoog en abonneer voor meer video's. Want op dit kanaal vind je allemaal Nintendo-gerelateerde video's. En volgens mij is dit een ode aan The Riders of Rohan. Hier zie je natuurlijk allemaal paarden. Het zijn dan wel hobbelpaarden. Maar goed, er zijn behoorlijk wat paarden gesneuveld in Lord of the Rings. Vooral in het tweede deel. En zou dit het graf zijn van koning Theoden? Ik bedoel, dat was de baas van Rohan, toch? Ja, ik denk dat dit met Rohan te maken heeft. En dan gaan we eens even dit bos in. Even kijken wat dit voor bos hier is. Oh, wow, wacht even. Dit is de outfit van Boromir. Dit is heel duidelijk de outfit van Boromir. Super nice. Je ziet daar dat hij die hoorn heeft waarin hij inblaast op het moment dat hij, ja, helaas kapot gaat aan het einde van deel 1. Boromir, ik vond hem zo tof. Maar ja, zodra Sean Bean een bepaalde rol gaat spelen, ja, dan weet je bijna zeker dat hij doodgaat. Oké, zullen we even hier naartoe lopen? Eens even kijken wat dit is. Oeh, dit is wel nice. Dit ziet er allemaal best wel goudkleurig uit. En het leidt je echt naar een bepaalde plek toe. We kunnen hier naartoe. Is dit het bos van bijvoorbeeld Lothlorien of zo? Zou dat kunnen? Ik weet alleen niet waar die zwanen allemaal vandaan zijn. Oh, jawel. Dat zijn die bootjes. Ja, dit moet ongetwijfeld te maken hebben met die boten die wegvaren vanuit Rivendell. En betekent dat dat we nu dan in Rivendell zijn aanbeland? Wow, dit ziet er in ieder geval wel heel erg mooi uit. En dit zou inderdaad een prima plek zijn voor de elfen. Ik twijfel nog een beetje tussen Rivendell en Lothlorien. Deze outfits... Ja, ik denk wel dat dit Rivendell moet zijn dan, jongens. Zijn er Lord of the Rings fans onder mijn kijkers? Laat het even weten hieronder in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ook van Lord of the Rings houden. Dit is wel nice gedaan, hoor. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om een Lord of the Rings eiland te maken, jongen. Ik zou echt niet weten waar ik zou moeten beginnen. Laten we hier naar beneden gaan. Oh, ja, kijk. Dit was dus toch Lothlorien. Dit was niet Rivendell, dit was Lothlorien. Ik begon dus te twijfelen door die zwanen. Maar inderdaad, deze outfits die zijn dan van Galadriel, denk ik, en van Haldir. Twee van de belangrijkste elfen in de films. Dan springen we hier naar de overkant. Oh, dan wordt het hier wel heel dark. Ja. Ja, is dit... Wie is dit? The Last Dwarf in Moria. Dit zijn de dwergen. Is dit Moria? Heb je gewoon Moria, de grote mijn, nagemaakt? Oh, dat moet ik zien. Dat moet ik zien. What? Oké. Ja, dit ziet er wel behoorlijk als een mijn uit. Moria is natuurlijk helemaal kapot gegaan in Lord of the Rings. Niemand heeft de aanval van de orks overleefd. En ja, vandaar natuurlijk die skulls allemaal. Ja, hier gaat het niet goed, jongens. Oh, ja, en hier zien we ook een tombe. En dit is dan de tombe, denk ik, van Balin, een van de belangrijkste dwergen uit Moria. En we zien hier ook het boek. Het boek wat Gandalf doorbladert op het moment dat ze bijna bij de Balrog aankomen. Maar eerst een gevecht. En dat gevecht daarvoor begint als Pepijn een stoot geeft tegen een skelet wat leunt op zo'n hele diepe put. Dat skelet valt dan in de put. Dat maakt een enorm kabaal. En dan op dat moment breekt de hel uit. Dan moeten ze gaan vechten met z'n allen. Dit is wel echt vet. Dit is heel cool over nagedacht. Ja, en dit is dan de Balrog natuurlijk. Waartegen Gandalf moet vechten. En op het moment dat die Balrog de brug wil oversteken, dan zegt Gandalf de bekende woorden: "You shall not pass." En dan dondert hij met die Balrog en al keihard naar beneden. Heel nice. Dit is zo vet. Hij bouwt gewoon even Moria, de mijn Moria, na in een huis. Wat? Echt super knap. Oh, dit is de ruimte waarin het gevecht uiteindelijk plaatsvindt. Het eerste gevecht. Boromir en Aragorn verzegelen de deur. Die zorgen dat de deur dichtgaat. Dit is de tombe van Balin, denk ik. Dan wordt er gevochten met allerlei bijlen. Dit zijn denk ik de vier hobbits. Ik mis alleen de outfit van Gandalf nog. Waar is de outfit van Gandalf, jongens? Oké, laten we boven kijken. Ja, betekent dit het gevecht van Gandalf? Want Gandalf vecht nog even door met die Balrog natuurlijk. En die valt dan bovenop een ijsberg.
Misschien is dat wat hier uitgebeeld wordt. Ik vind het echt heel knap. Oké, dus dit was Moria. En voor Moria had je natuurlijk een groot water. En daar zat een spectaculair inktvisachtig wezen in. En die is dood. Kijk maar, die hebben ze verslagen. Daarvoor hebben we hier die gedenksteen staan. Oké, dan gaan we nu hier naar boven. Dan wil ik even hierboven kijken wat er boven Moria is. What? Is dit de White City? Nee, dit zijn natuurlijk de ijsbergen. Want in eerste instantie wil Gandalf met de rest wil over de ijsbergen heen. Maar dan staat Saruman, de andere tovenaar, aan de overkant te roepen en te preken tegen de berg. En dan valt er allemaal sneeuw naar beneden. En dan kiezen ze er uiteindelijk voor om toch door de mijnen van Moria te gaan in plaats van over de ijsbergen. En dit zijn natuurlijk die ijsbergen. Als wij dan hier naartoe gaan, dan komen we in Imladris. En dat is volgens mij een ander woord voor Rivendell. En Imladris, dat is volgens mij bij die watervallen. Dus ik snap het dat hier zoveel watervallen zijn. Super kick gedaan. Dit is zo cool. En als we hier naartoe lopen, dan zijn we denk ik aanbeland in Rivendell zelf. Wauw, dit is zo mooi. Kijk die bruidstaart en alles is hier helemaal wit. Echt super vet. Ik vind dit ontzettend knap dat je zo'n Lord of the Rings vibe neer kan zetten in Animal Crossing. Ik vind dat heel knap. Als we dan Rivendell en Imladris uitlopen, dan komen we hier terecht. En ik ben benieuwd wat we nu gaan zien. Wow, wat is dit dan? Oh, wacht, ik weet het al. Dit is de plek waar Frodo en Merijn en Pepijn en Sam samen met Aragorn zijn. Volgens mij noemden ze deze plek Weathertop. En Merijn en Pepijn en Sam zijn lekker aan het eten. En dan moeten ze van Frodo moeten ze het vuur uitmaken. En daarom zie je daar het vuur. Want de Nazgûl, die worden ook wel de ringgeesten genoemd. En dat zijn de belangrijkste dienaars van Sauron. Die kwamen Frodo hier aanvallen. En uiteindelijk steken ze Frodo ook als Frodo de ring om heeft gedaan. En dat is boven op deze berg. En die zwarte oude. Outfits, dat zijn natuurlijk die ringgeesten. De Nazgûl. Even kijken wat we hier aantreffen hoor. Wat is dit dan? Is dit waar de hobbits paddo's aten en high werden? Don't try that at home, guys. Niet thuis proberen. Niet aan de paddenstoelen zitten. Wat is dit? Waar komen we nu weer uit? Ik denk dat dit dan de plek is waar de laatste elfen wegvoeren naar de andere wereld om daar rust te vinden. Ik denk dat dit die plek is met deze witte bloemen. Ik zou niet weten wat dit anders zou moeten zijn, dus ik denk dat dat het is. No admit, except on party business. Dit moet het huis van Bilbo voorstellen. Want in deel 1 wil hij niemand meer ontvangen, omdat hij moe wordt van al die mensen die zijn verjaardag mee willen vieren en gewoon dingen van hem nodig hebben, omdat ze denken dat Bilbo bijna doodgaat. Iedereen is letterlijk achter zijn erfenis aan. En hoe ziet dat huis van Bilbo er dan uit? Ja, kijk, dit heeft wel een lekkere hobbit vibe, hoor. Lekker muziekje er ook bij, die er prima bij past. Oeh, we zien hier ook de vlag van Gondor. Nice. Ja, dit voelt wel echt als een hobbit, hoor. Heel vet. Oké, deze badkamer voelt iets minder hobbitachtig aan. Ja, deze kamer voelt wel hobbitachtig aan. Dit hier staat zijn droombed trouwens. Hier gaat hij dromen. Lekker boekje ernaast. Bilbo schrijft natuurlijk ook een heel boek over zijn avonturen uit The Hobbit. Dus ik denk dat ze dat boek hier bedoelen. Ja, dit ziet er wel leuk uit. En ook deze kamer past er prima bij. Oh, kijk, hier is hij dat boek aan het schrijven. Dit is duidelijk de schrijfkamer. Hier kan hij lekker tekenen om de illustraties erbij te maken. Oeh, is dit de envelop waarin Bilbo de ring doet uiteindelijk? Nou, Gandalf doet uiteindelijk de ring in een envelop voor Frodo. Bilbo laat hem gewoon zo rustig op de grond vallen en dan loopt hij weg. Maar Gandalf doet hem inderdaad in zo'n soort envelop. Ik denk het wel. Stiekem zit daar de ring in. Laten we snel weglopen van die ring. Ik vertrouw die ring niet. Die heeft alleen maar slechte invloed op je. Oké, hoe ziet de kelder eruit? Hebben hobbits wijn in de kelder? Nice, kijk die dwerg. Dit doet me denken aan een scène uit The Hobbit. Bilbo zit dan in de keuken met alle dwergen te eten en die dwergen hebben allemaal super veel honger. En ja, ik weet niet. Op de een of andere manier doet dit me daar wel aan denken. Hobbits hebben natuurlijk altijd super veel eten. Lekker veel broodkraampjes. Ja. Twee ovens. Maar één is niet genoeg. En dan de zolder. Oh! Is dat... Nee, dit is die kamer, joh. Kijk, hier is allemaal plek gemaakt. Daaronder was gewoon de keuken. Daar wordt het eten bereid. En hier dineren ze met z'n allen. Hier zitten Owen, Glowin, Balin, Dwalin, Fili, Kili en al die anderen lekker te eten samen met Bilbo. Dus dan lopen we nu eigenlijk in de Shire. Of in het Nederlands de Gouw. En het is daar inderdaad heel groen en veel bloemen allemaal. Dus dat past er prima bij. Hartstikke leuk allemaal. Kijk, en hier wordt het feest gevierd van Bilbo's 111e verjaardag. Ja hoor. Compleet met ballonnen. En dan doet Bilbo de ring om zijn vinger. En dan rent hij weg door het bos.
Dan loopt hij weg door het bos. En dan weet niemand waar hij is. Want als je de ring omdoet, ja, dan word je onzichtbaar. Eens even kijken of we nog meer plekken gaan vinden uit Midden-Aarde. Dit is de Prancing Pony. Dat is de herberg waarin de hobbits belanden in de eerste Lord of the Rings film. En daar worden ze opgepikt door Aragorn. En de Nooks winkel, dat is dus de Prancing Pony. En dan gaan we nu naar het andere deel van de eiland. Want we hebben alleen nog maar de linkerhelft gehad. De hand van de witte tovenaar. En we zien daar inderdaad ook de outfit van Saruman staan daarachter. Dit is zijn toren. Dit is de Tower of Orthanc. En hij heeft daar natuurlijk die bol staan waarin hij contact kan maken met het oog van Sauron. Dit is zijn toren. Dit is zijn witte toren. En hierin battelen Saruman en Gandalf met elkaar. Is misschien wel een van de tofste one versus one gevechten in Lord of the Rings. De twee tovenaars die met elkaar battelen. Heel cool. Gelijk herkenbaar ook weer dit. Super cool. En dan is dit natuurlijk Isengard, waarin keihard gewerkt wordt door Uruk-hai en door goblins en orks. Ze kappen daar allemaal bomen, want het hout dat hebben ze nodig om een leger te gaan bouwen uiteindelijk. Dit is Isengard met alle kapotte bomen. En ja, dan lopen we hier natuurlijk het bos van de Ents in. Van de lopende en de pratende bomen. Dat is natuurlijk dit stukje waar we nu zijn. En die Ents die vechten keihard terug tegen Isengard in de film. En uiteindelijk winnen ze ook van Saruman en alle orks hier zo in Isengard. Aan de hand van Merijn en Pepijn. Heel cool gedaan. Super leuk over nagedacht. Echt heel knap. Waar komen we als we hier naartoe lopen dan? Dit is gewoon een plek waar de legers verzamelen, denk ik. Volgens mij is dit niet zo'n hele specifieke plek. Ik ben benieuwd wel wie hier woont. Nou, het is de wolf. De wolf Lobo. Lekker huisje heb je wel, jongen. Nice. Man, nu hebben we dus alleen nog maar de linkerkant van het eiland gehad. Dan gaan we nu hier naar beneden. Want net zijn we hier boven geweest. En toen zijn we de linkerkant van het eiland gaan verkennen. Wat is hier nog allemaal? Kijk, want hier hebben we ook weer gewoon een hele plek. Wow, ja! Dit is Gondor. Dit is de witte stad. De stad van Boromir en Faramir. En de steward Denethor is hier de baas in de Lord of the Rings film. En uiteindelijk wordt Aragorn hier ook gekroond tot nieuwe koning. Super cool gedaan. Echt heel herkenbaar natuurlijk door die vlaggen. Dat is de boom van Gondor. En ik weet niet wie daar rust. Dat zou zomaar Boromir kunnen zijn. Of misschien Denethor. En dit is natuurlijk het leger van de witte stad. Want zij hadden best wel een behoorlijk leger. Wat is dit allemaal? Het ziet er in ieder geval niet goed uit met degenen die hier leven op deze berg. Is dit de plek? Is dit Mordor? Ja, dit zou best wel eens Mordor kunnen zijn eigenlijk. Want de stad Gondor die keek uit over een vlakte en zag in de verte Mordor liggen. Dus dit zou prima Mordor kunnen zijn. Oké, als we dan hier naartoe gaan. Ik heb geen idee waar we nu naartoe lopen, maar we gaan het wel zien. Oh, nee, ja, ik denk eigenlijk dat dit Mordor is. Ik denk dat dit Mordor is. Kijk maar, want dit zijn de voorvelden van Mordor. Hier wordt van alles en nog wat gemaakt. En kijk hoe zwart en donker het hier is dan. Bewaakt door ringgeesten weer. En als we hier naar binnen lopen... Oh, crap. Ja, nee, dit is duidelijk Mordor. Holy moly. Dit is zo vet. Kijk, hier staat het oog van Sauron. Het oog van Sauron. No way. Nice. Ze hebben een bord neergezet voor de toren. Zodat het ook echt lijkt op het oog van Sauron. En natuurlijk Mordor staat ook weer voor de helft in de brand. Het is hier super donker. Het wordt beschermd door allerlei wezens. De keiharde Tyrannosaurus Rex hier voor de deur. Ja man. Heel cool gedaan. What? Dit is echt een nice shotje. Want dit is dan uiteindelijk de plek waar we de ring in moeten gooien om Sauron te vernietigen, denk ik. Wow. Oké, Tyrannosaurus, ik loop je even voorbij, ja. Ik wil even kijken wat we nog meer hebben. Kijk, deze donkere bergen. Ook nice, hoor. En waar komen we dan nu uit als we langs al die dinosaurussen lopen? Zijn het ook de voorvelden van Mordor? Hier zijn in ieder geval nog tovenaars aan de gang. Ik weet niet precies wat die tovenaars hier doen. Volgens mij zijn ze gewoon aan het kaarten. Lekker patiënten met z'n tweeën, gezellig. Oeh, wat moet dit voorstellen? Dit moet ook nog iets voorstellen. Is dit het moeras of zo? Waar Sam en Frodo samen met Sméagol doorheen gaan? Ik denk het wel. Ik denk dat dit het moeras moet voorstellen, inderdaad. En Sméagol zit die hele tijd een beetje in te praten op Sam. En Frodo gaat dan steeds meer de kant kiezen van Sméagol. Of eigenlijk van Gollum natuurlijk, want Gollum is de slechte kant van Sméagol. Oh, kijk, hier staat ook gewoon aangegeven wat wat is. Dat is handig. Dit is Lake Town, hier rechts van mij. Dat is een vissenstadje in The Hobbit. Dan hebben we Dale, en dat is de stad volgens mij waar Smaug was, de grote draak. Daar stelen ze de schat, de hobbits en de dwergen. En rechtdoor is Mirkwood. Laten we eerst even in het vissersstadje Lake Town gaan kijken. Ja, kijk. We zien hier inderdaad allemaal vissersdingetjes. Veel water, veel bruggetjes. Nice! Ik vind dit zo ontzettend knap, jongens.
Hoe verzin je dit? Het lijkt er ook nog allemaal op. Uiteraard had Lake Town ook gewoon een koning, een leider. Dus er moet hier natuurlijk ook een troon staan. En kijk daar. Kijk daar. We zien daar al een groot beest en een schat. En dat is natuurlijk Dale en Smaug de draak. Hoe vet is dit, jongens? We gaan door het bos heen. Bovenop de berg. En hier is de schat. Ja hoor. En ja, spinnen. In Lord of the Rings zitten ook spinnen, jongens. Als je nog nooit Lord of the Rings of the Hobbit hebt gezien, heb je misschien inspiratie gehad van dit eiland. Ik snap dan wel dat je alle referenties niet snapt, maar als je wel Lord of the Rings fan bent, dan was dit zo'n vet eiland. De dreamcode staat hieronder in de beschrijving. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickardU. Zie ik je daar? Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!